Beugel. Tanga. Beugel. Goed zo. Heerlijk. Goed zo. Goed zo. Een geleidehond is eigenlijk een hond die iemand helpt veilig om van A naar B te gaan. Een seeing eye dog or guide dog is a dog that helps you to get from A to B safely. We beginnen meestal in de hond te leren dat de hond een meter breed is en 2 meter hoog. We start with teaching the dog that it is 1 meter wide and 2 meters tall. That's the space needed for a person to move around safely. Hindernissen zoals bijvoorbeeld swingborden, lantaarnpalen. Avoiding obstacles, the dog must be aware of lampposts, signs, loose tiles, dog poo, plastic bags and any other obstructions like people on their path. Struikelen en op die manier dus eigenlijk moet ze voorkomen dat ze daar tegenaan kan lopen. En eigenlijk is dat heel tegenstrijdig met de geleidehond. Want aan de ene kant willen we een feilloos geluisterde hond hebben. En aan de andere kant moet ze ook feilloos ongehoorzaam zijn. Dus it's almost a contradiction in training. You want a dog to listen and be disobedient at the same time. Lie down when you tell it to and be disobedient to prevent you from getting hit by a truck. Zo moeizaam. En daarbij komt ook nog eens een keertje dat dat ze ook nog eens een keer zelfstandig moet kunnen werken. Want een blinde die kan natuurlijk eigenlijk weinig aanwijzingen geven. Zoals je als eigenaar normaal gesproken gewend bent om te zeggen van ja, maar dit is wat ik eigenlijk wil. Het is een ontzettende zware taak voor een geleidehond. Ook omdat het vaak duur arbeid is. It looks so relaxed when walking the dog. But the dog is constantly working to prevent you from bumping into everything on your path. It has to keep focused the whole time, even not getting distracted when no commands are being given. It's a hard job. Om en de aandacht erbij te houden met alle verleidingen die er zijn, zonder daarbij de aanwijzingen van een cliënt. The training. First. Getting the dog to sit calmly next to you and stepping into the harness. Om in een beugel te stappen. This makes it easier for the future owner. Rustig naast je te komen zitten en wanneer je een beugel voorhoudt om erin te stappen. Dat doet ze in principe zelf. Waardoor het voor ook een cliënt makkelijker wordt om een beugel om te doen. En vervolgens leren we haar om vooruit te lopen. Next step. Walking in a straight line following the road she is on. Elke keer wanneer ze dus een goede beweging maakt, dus in de intentie die wij eigenlijk hebben willen, dan gaan we daarvoor belonen. We use the clicker to train desired behavior. We reward her with clicks every time she does something right. Dat is wat ik van je bedoel en daarmee kun je je beloning verdienen. En ze wordt als het ware een beetje gokverslaafd en wij zijn de fruitautomaat op wie die speelt. En ze drukt onze knopjes in en kijkt of... When she passes an object, leaving enough room for both of us to pass comfortably, a click will be given. Het is dus wat dat betreft, als je met je hond werkt, eigenlijk echt een win-win situatie. Dat betekent... Positive stimulation is what the training is all about. She will be more willing to please you with her good actions. It's a win-win situation. Van haar actie. En zij wordt er beter van op het moment dat ze dat ook daadwerkelijk doet. Dus het is een win-win situatie. Ik zie wat dat betreft ook altijd het werk met een hond echt als een partnership. Working with dogs is about creating a very special partnership based on equality. Van gelijkheid waarin we alle twee wat voor je opleveren. Van daaruit gaan we er leren dat als we normaal gesproken... When the dog's special awareness has been enlarged successfully and avoids obstacles, we continue the training by introducing moving objects. For example, people are very unpredictable in how they move, especially when coming out of shops. En daarna, als laatste hoogtehindernis, krijgen we de hoogtehindernissen. Hoogtehindernissen zijn natuurlijk... The next stage is training her to be aware of obstacles above her. Seeing high objects is the difficult part. Her prey does not normally move at 2 meters up in the air. Spotting a big heavy beam or a small tree branch takes time. Redelijk te bepalen valt. Maar je kunt je ook voorstellen, wanneer het een takje zou zijn, dat het een stuk moeilijker wordt. Van daaruit gaan we
dan één stap verder naar zoekopdrachten. Vinden van een vrije zitplaats. Finally the search goals. Finding an empty seat. The entrance to a building. Where's the checkout counter? Ook daarin trainen we eigenlijk weer. Elke keer als ze iets voor ons gevonden heeft, dan kan ze er een beloning voor. The same click training is used. At first the click is used frequently, less later on. And then finally searching becomes second nature to her. Misschien niet. En elke actie die ze doet, zal ondertussen, moet ze als het ware de gedachte hebben, word ik beloond. Nou, uiteindelijk, en dat is natuurlijk het eindresultaat, dan zal iets een gewoonte worden. En dan is het eigenlijk alsof ze niet meer anders kan. Sommige mensen vragen wel eens aan mij, is er niet straks een robot die dat werk gaat doen? Some people wonder that with all this intense training, you might end up with a robot dog. Absolutely not. The dog learns to respond to challenges, taking care and responsibility, and becoming the eyes of its owner. Werkende, echt nadenkende hond. En als je met je stok loopt, er is niemand die tegen zegt. The dog also helps with overcoming social barriers. The life of the owner changes for the better. People are more open towards dog and owner. Mensen zijn veel opener tegen de hond en baas. Mijn vraag is, waarom wil u zo graag een Bouvier? Why did you want a Bouvier as a seeing eye dog? Oh, dat is gemakkelijk zat. Een Bouvier raakt nooit in paniek, al is de situatie nog zo erg of ernstig. That's easy to answer. A Bouvier doesn't panic, no matter how difficult the situation is. It's a wonderful memory. When you're really used to each other, it'll help you solve your problems. You tell her what you want to do, and she'll help you to do it. She has a very stable character, and is the best friend to have as a seeing eye dog. A guide dog. Een hele rustige, stabiele, echt.